zomer is het gemaakt. Nu in de loop van de opbouw was eroverheen laten vallen. Terwijl het werd gedraaid krijg je dus dit effect. Het is een levensecht plus 5% groot paard gemaakt van polyethyleen. Dat is eigenlijk een chique woord voor plastic. En daarop zie je een man, misschien wel een ruiter, die erop stijgt. En het leuke is aan herdenkingskunst dat je vaak een ruiter met een ridder ziet die opstijgt of die al op zit. En met paard en al omhoog stijgt. En dit is een herdenkingsmonument waarbij je zelf kunt beslissen of hij nou erop gaat zitten of er afstapt. Dit zijn sculpturen, objecten gemaakt met lijm en ecoline. En daarop komen projecties gemaakt door Joan Gibbs. En Sanne Guit heeft dit gemaakt. En als bezoeker mag je zelf bepalen hoe het staat. Want je mag er nog draaien. Voor dit werk moet je afstand nemen. Daniel van der Hatert die is al sinds zijn 14e, dus laten we zeggen bijna 20 jaar bezig met graffiti kunst. Sinds een aantal jaar ook legaal. En in de loop der tijd heeft hij gewoon een paar duizend spuitbussen gespaard. En voor dit project dacht hij van, nou ja, wat is mijn blauwdruk, wat is het begin van mijn oeuvre? En toen heeft hij besloten al die spuitbussen te gebruiken in plaats van de inhoud. Bert Oshelda heeft light painting ontdekt afgelopen anderhalf jaar ongeveer. En wat er gebeurt is een langere sluitertijd dan bij een normale foto, minstens een minuut. En in een minuut blijft het onderwerp stilstaan, maar gaat hij met licht bijna het canvas inkleuren. En het verschil met een schilderij is dat het canvas van een schilderij wit is en zijn canvas is zwart. Ze hebben deze tafel met kruk gemaakt voor wethouder Pim van den Berg van Amersfoort. En hem gevraagd gedurende een aantal werkdagen elke dag 5 minuten achter de spiegel te zitten. En alleen naar zichzelf te kijken en blind een zelfportret te tekenen. Dus dat zijn die stapel met tekeningen. Bezoeker mag niet er doorheen bladeren. Dit is Sianne van der Houten. En sinds het moment dat ze wist dat ze hier zou exposeren, 25 november, heeft ze elke dag een vrij beeld gemaakt. Dus elke dag heeft ze in een korte tijd een beeld gemaakt en dat laat ze allemaal zien. 235 verschillende beelden, willekeurige volgorde door elkaar heen. En tijdens de loop van blauwdruk gaat ze elke dag nog een beeld aan toevoegen. Dit is Jip Piet. Jip Piet is t-shirtmaker, beeldend kunstenaar, sinds kort ook rapper, videomaker, videoclips. En hij maakt ook muurschilderingen. Dit is Elsmelijn Bruis. Zij heeft blauwdruk gemaakt, zo heet het werk. En je moet dus op de blauwe knop drukken. Niet schrikken. Welkom op de opening Blueprint Blauwpunt. Het woord is aan Robert Roos. Welkom allemaal, welkom ook wethouder Van den Berg, hier rechts naast mij. Gaat straks ook nog een rol krijgen, dus wait and see. Welkom aan Ron, Adinda en Martin, degene die boven alles voor elkaar hebben gebord. Welkom aan Florian en Sebastian. Zij komen zo aan het woord. Zij zijn eigenlijk de initiatoren van het hele project. Blueprint is een blauwdruk, een groot Engels woord ervoor. En een blauwdruk werd natuurlijk vroeger heel veel gebruikt bij de architecten en ook ontwerpers. Die op die manier op een hele makkelijke, goedkope manier hun tekeningen konden reproduceren. Voor op de werkvloer of in de fabriek. Dit is eigenlijk een goedkope reproductievorm. En het is de tweede editie. Want in 1999 heeft Sebastian Bremer het voor de eerste keer gedaan met een groep vrienden. En toen was het eigenlijk een mogelijkheid om een keer te exposeren samen. Dus de meeste kunstenaars van nu, die hier nu zijn, zijn doorgebroken, hebben grote carrières. Sommigen zijn niet meer te betalen op de kunsthandel. En toen was het een leuk studentenproject, zeg maar. En nu is het echt een andere lading. Eigenlijk dezelfde weg die de kunstenaars boven te gaan hebben. Precies, en daarom is de combinatie zo leuk. Dus de kunstenaars boven laten hun werk zien waarvan zij denken dat dat de weg voor hun oeuvre is. Maar zij staan aan het begin. Dus ja, we zullen zien over 10 jaar of ze nog werk maken in deze stijl. Of dat ze iets heel anders zijn gaan doen. Maar dit is wat zij op dit moment denken dat de richting van hun oeuvre is. En als laatste, we gaan hier een fantastisch leuk feest maken vanavond. Maar houd een beetje oké, want hierna moet het pad toch nog weer verhuurd worden.
Veel plezier. En dan, dames en heren, hebben we nu voor wie? Speciaal uit New York, Sebastiaan Bremer en Florian Iesburg. Welkom, dames en heren. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is heel indrukwekkend hoeveel mensen, dat hadden we niet gedacht nu al. En we hebben het nog 2,5 minuut. Gelukkig heeft alles, is alles een beetje bijna gezegd door Robert. Het was een plan van lang geleden en toen hadden we heel erg weinig geld. En toen ik met Robert aan het praten was, kwamen dezelfde problemen aan het licht over gebrek aan geld in de beeldende kunst. Terwijl er heel veel geld is in de beeldende kunst, maar het is niet altijd in de plek waar je het zou willen. En wat mij betreft kunnen de deuren open en kunnen jullie maar lezen wat er verder is. Eerst komt nog de wethouder. Oh, de wethouder komt ook. Mag ik u voorstellen, de wethouder voor het culturele klimaat in Amersfoort, Pim van der Berg. En aangezien we vanavond toch voldoende pratende hoofden krijgen, zal Pim als eerste de loftrompet maken. De loftrompet voor Adinda, voor Martin, voor Judith, voor Robert en voor alle andere medewerkers van Kade. En ja, daar komt nog de loftrompet aan. Tim, mag hem horen. Zo ziet hij maar, het is maar goed dat we een wethouder voor kunst en cultuur hebben. Deze loftrompet is voor alle sponsoren van de tentoonstelling. Nou, wat ik erg mooi vond, en dat is de wat je dan ook weer ziet, de vanzelfsprekendheid waarmee je een kaartje koopt voor een popconcert, eenmalig. En de ingewikkeldheid die het met zich meebrengt als de kunstenaar hier gewoon betaald moet worden. En er hangen er hier bijna 20. En dat lijkt wel eens een beetje scheef, ook in onbalans. Ik ga er niet zoveel aan doen, maar we stoppen af en toe wat geld in. Maar u vindt het inderdaad in onbalans? Ja, het is ook wat mensen willen. Hè. Mensen willen blijkbaar makkelijker voor een kaartje voor popmuziek betalen. En wat minder voor musea. Nou, daar hebben we gelukkig museumjaarkaarten voor. Mooi initiatief, zo'n groepstentoonstelling van allerlei jonge Amersfoortse talenten. Ik denk het wel, want er is een lange tijd ook al aan geduwd door de jonge Amersfoortse kunstenaars die bij de Stadsgalerij zitten. Staalkaarten onder andere tekenen. En ik denk dat het een heel goed initiatief is dat Ron Jagers en Robert de Roos, de curator van Kade, elkaar gevonden hebben. Om te zeggen van nou, dit is een interessante plek voor jonge, professionele Amersfoortse kunstenaars. Jongens die hier, meisjes die hier geboren zijn. Die bijvoorbeeld in Utrecht, hogeschool of de kunstacademie in Den Haag gestudeerd hebben. Of hier nog terug zijn gekomen. Dat die hun werken kunnen tentoonstellen. Gewoon aan het begin van hun carrière. En dan zie je dat Amersfoort heel veel talent heeft. Geleden bedacht en gewoon heel veel spuitbussen verzameld afgelopen paar jaar. En toen hoorde ik dat we hier konden exposeren en toen dacht ik, nu moet ik maar wat doen met die spuitbussen. Beeldhouwwerk te maken zeg maar met lijm daartussen. En als daar het licht op valt, dan breekt het weer en dan maakt het ook weer een ander beeld. Visuele installatie. Ja. Sanne die maakt doeken van lijm en verf en die trekt ze uit elkaar. En dan ontstaat er een soort van dradenspel. En toen dacht ik van nou, als we nou nog een laag tegenaan plakken die transparant is, dan kunnen we met licht er doorheen spelen. Ja, nou, het is gewoon een wisselwerking van ideeën uitwisselen en vooral ideeën verzinnen en dat in goede banen proberen te leiden. Thank you.
originele schilder die heeft een wit canvas met verf en kwast. En ik heb een zwart canvas. En mijn penselen zijn van licht. Ik bouw ook mijn eigen lichten. En, Want zijn het schilderijen of is het fotografie? Het zit er net tussenin. Ja. En dat is eigenlijk het eeuwige discussie tussen een schilder die een fotograaf wordt. Of een fotograaf die een schilder wordt. Ja. En dit is een soort tussenstap. Mooi zo'n tentoonstelling hier. Absoluut. Ik ben, ja? ik ben hartstikke trots dat ik hier mag staan tussen al dit fantastische energie van jonge kunstenaars in Amersfoort. Want het inspireert elkaar onderling ook. Ja, ja, absoluut. Dit zijn ook samenwerkingen. Dus dit is echt het blauwdruk in beeld. Ja. Mooi. Leuk om met zo'n stel mensen te exposeren? Ja, heel leuk. Ja, ja, echt heel leuk. Wat maakt dat zo leuk? Ja, omdat er een soort collectief ontstaat, even zeg maar voor een weekje of zo. Iedereen is hier aan het opbouwen en iedereen kent elkaar vaag, maar toch voor iets beter. En het is gewoon, ja, dat maakt het wel fijn of zo. Inspirerend. Ja, sommige dingen wel, ja, zeker. Ja. Voor herhaling vatbaar? Zeker, ja. Nou, ik heb vorig jaar een werk met was, met paraffinewas gemaakt in Leiden. En toen ik met dat was bezig was, kreeg ik het idee om die beweging, om dat eigenlijk oncontroleerbare, vloeibare was, een soort van richting te geven. En toen kwam ik op het idee om dat op een was te op een rad te laten lopen. Het is hier gemaakt? Ja. Ja, het rad is in mijn atelier gemaakt, maar ik heb hier 4 dagen staan draaien. Nou, de ideeën die zijn er eigenlijk al zolang ik rondloop. Want je vindt overal gewoon hele mooie spullen. Natuurlijke dingen of door mensen gemaakte dingen. Dus ik verzamel eigenlijk altijd al dingen. En in de loop van de tijd ben ik erachter gekomen dat dat misschien voor mij nog wel meer de kunst is dan het maken van sculpturen of schilderen of de meer traditionele kunstvormen. Jij vindt gewoon de ready-mades en je legt ze bij elkaar? Ja, ja, het zijn gewoon ready-mades. Heel simpel. Ja. Ja. Ik heb me vooral laten inspireren door comics, door popcultuur vooral eigenlijk. En aan de hand van een blauwdruk, popje links onderin, ben ik eigenlijk gewoon alle 255 popjes gaan creëren. Want hier staan er op hoeveel? 255. Okay, en allemaal verschillend? Allemaal verschillend, ze zijn allemaal uniek. Ja, je hebt er een paar die hebben wat kleurvariatie, maar over het algemeen zijn ze allemaal uniek, inderdaad. En zo'n kunstwerk, nu hangt het hier, maar heb je daar ook nog andere plekken voor in gedacht? Nou, daar ben ik wel een beetje over na geweest te denken. Het is natuurlijk 5x5, dus het is wel vrij groot. Dus thuis... Je moet een redelijke huiskamer hebben. Ja, ja, precies. Dus thuis zou je het niet zo snel ophangen. Nee. Ik ben wel wat benaderd door het festivals. Ik heb er ook over na zitten denken om het gewoon op te snijden en als twistermatten te gebruiken. Of eventueel als douchegordijnen. Maar de precieze uiteindelijk, wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, als je die jonge mensen ziet, dan zit er enorm veel potentie. En dat is ook wel een keer leuk, want er zijn natuurlijk best een groep kunstenaars die al vrij veel in beeld zijn geweest. Deze kennen we eigenlijk niet. Ik ken dus ook voor een groot deel niet. Dus we zien dat er heel veel jong vers bloed is. En daar is bijvoorbeeld een club als Per Expressie heel belangrijk in. Die jonge mensen een kans geeft. Hare Majesteit waar jonge mensen kunnen ze expresseren. Ron Jagers met de Stadsgalerij. En een wethouder die nadrukkelijk de loftrompet steekt. Hoewel de lucht er een beetje uit was. Hè? Ja, maar het is ook wel heel erg moeilijk. Want hij had nog nooit trompet gespeeld. Ik vind dat was goed te horen. Ik vind dat hij daar heel veel lucht uit. Ik weet niet of ik hem dat... En dan 5 keer achter elkaar. Ja. Ik vind het een knappe prestatie. Maar het laat ook zien dat het trompeteren, wat ook een vorm van kunst is, toch uiteindelijk ook een ambacht is. En tot wanneer de tentoonstelling? 23 maart. En dagelijks open? Ja, gewoon onze gewone tentoonstellingstijden. Dinsdag tot vrijdag van 11 tot 5. In het weekend van 12 tot 5.